Wij gaan in ieder geval dit openmaken. Ik heb hem gekocht. Wij gaan kijken hoe het allemaal gaat verlopen. Jongens, ook bij een nieuwe video. Hield kan flores. Laat er vast een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ben je zeker op mijn kanaal? Voor meer video's. Maar vandaag gaan wij de Fisherman offers kopen in de shop. Het is best wel lang geleden dat ik op mijn eigen account iets gekocht heb. Dus daarom gaan we dat gewoon nu doen. Ik heb natuurlijk wel de pas Royale gekocht. Maar ik bedoel echt zo'n offer. Maar wij gaan dus gewoon de offers kopen in de shop. Laat ik niet te lang praten. Volg je me nog niet op Instagram FlorisVU. Volg hem nog niet op Instagram Fitness. Floris, laagstreepje, fitness en let's go. Wij gaan beginnen. Je ziet hier, um, de offers die wij gaan kopen, Het is samen 27,50 euro. Oh nee, oh nee, oh nee, wat doe ik mezelf aan? Maar ik dacht van, hé, hey, als jullie dit nou heel erg leuk vinden, ga ik dit vaker doen. Dus laat even die like achter. En als er heel veel likes zijn, als er duizend likes zijn, ga ik de volgende offer weer kopen. Dat kan de 110 euro offer zijn. En dan ben ik dood. Duizend likes jongens. Duizend likes. Daar gaan we voor. Je hebt ook een offer van 110 euro. Eigenlijk wil ik die niet kopen. Maar als er duizend likes zijn en die komt als de volgende keer. Rip geld. Wij gaan in ieder geval dit openmaken. Deze twee offers. Je hebt, ziet erboven een legendary chest met 15k gold. 250 gems. Wat tokens. En zo'n uh, leuke smiley. Dus dat is nice. Emo bedoel ik. Sorry. En we uh, daaronder hebben we hoe heet die altijd? Dat heet de Legendary King's Chest. Met nog een magical chest en een giant chest. 100k en 1250 gems. Dus ik vind deze ook chill, daar er ook wel wat gems bij zitten. Dus dan kunnen wij ook gewoon weer lekker Grand Challenges pompen. Um, maar voordat we dit gaan doen, gaan we eerst eventjes deze openmaken. Gaan we dit. Hey, een baby draak. Gaan we dit unlocken? Gaan we eventjes gewoon alles openmaken wat we eerst kunnen openmaken. Om gewoon een beetje in die chest opening feeling te komen. Um, nee, hier wil we niks. We hebben wel nog eventjes van. Oh, hoe vaak weer? Tier unlock. Nice. Tot en met. Uh, tot en met. Oh, hè? Oké, okay, ik snap het niet. We gaan gewoon even lekker openmaken. Um, wat gaan we striken? Ik wil die freeze eigenlijk niet echt. Ik wil die Blondel helemaal niet. Barbarian Barrel, dat is precies de kaart die ik wil. Ik wil nu de Barbarian Barrel gaan uppen. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Even kijken, hoor. Um, rares, communicates. En dit zijn twee rares die ik nog niet max heb. Dus vind ik best. Dus gaan we deze even striken totdat we rare Barrel krijgen. Die krijgen we niet. t 2k erbij. T Gaan we er even snel doorheen, hoor, jongens. Ik ga jullie niet te veel vervelen. Um, nou, gaan we hier dan maar voor. Voor een Alex Collect. Die hebben we nog niet max. Vind ik dit prima. Um, Oké, okay, even kijken hier. Alle drie heb ik nog niet max. Of, nou ja, ik heb... Uh, alle comments van Max en die, die twee rares niet. Dus dan hou ik dat lekker erop. Let's go. Um, die heb ik wel, Max. En die niet. Let's go. Stiff strikes. Let's go. Dat is wel nice, vind ik. Um, dan zijn we op een of andere manier hier. Oké, okay, we zijn hier. Nice. Dan gaan we nu de chestopeningen doen. Dan ga ik beginnen met de bovenste of de offers kopen. Daarna de onderste. We je weer terug als de offers gekocht heb. Bovenste offer is gekocht. En wij gaan kijken hoe we het allemaal bij elkaar krijgen. Oké, oh, we beginnen met de Legendary Giz. Nou, dan hoop ik op een Ice Wizard of een Lava Hound. Ik ben nu aan het sparen voor de la. Va Hound. Nee. Sparky, nee. Dat gaan we even niet doen. Bam! Alles bij elkaar. Let's go. Wat tokens erbij. Wat gems erbij. Wat gold erbij. Nu hebben we deze tokens. Even kijken. We hebben nu 6 Legendary Tokens. En ik moet nog 14 Lava Hounds. Dus ik moet nog eigenlijk 8 tokens krijgen om de Lava max te krijgen. Daar hebben we de Rares nog 9 van. En dan gaan we eventjes, weet je wat, dan gaan we nu gewoon even doen. Um, ik wil heel graag de. Ja, de Earth. Nee, de, de Goblin Cage. En dan kunnen we weggooien. Deze, deze, deze. Of deze. En dan doe ik dat ook nog eventjes, hop dat, dat, dat kost me dat 10.000. Kost me dat 10.000? Waarom kost me dat 10.000? Ben je helemaal gek? Dat gaan we niet doen. Uh, nou ja, laat maar. Dat doe ik een andere keer. Maar ik dacht, hé, kostte dat 10.000? We kunnen in ieder geval wel onze emote uh, deck gaan aanpassen. Deze gaat te zwaar in. Doen we voor deze weg. Die vind ik niet heel leuk eigenlijk. En dan voor de rest heb ik het visje er al wel in. Welke willen we er nog meer in? Um, nee, dit is wel prima zo. Oké, okay, dan gaan we nu de andere uh, offer gaan ook kopen. Met dus een. Ja, een mega light. Nee, niet een lightning chest? Dus een mega king's chest. Een magical chest. Een giant chest. 100k gold en dus ook nog wat gems. Wij gaan hem openmaken, Ben zo weer terug als ik hem gekocht heb. Ik heb hem gekocht. Wij gaan kijken hoe het allemaal gaat verlopen. Ik ben ervan bewust dat ik dit aankoop. Ja, 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 ik ben ervan bewust. Aankoop voltooid, bam. Oh, we beginnen gelijk met de beste. Oké, okay, nu moeten we wel even geluk hebben. Ik wil even, ik heb hier 22 euro voor betaald. Ik wil wel een beetje geluk hebben. We gaan het even kijken, jongens. Oké. Okay. Ehm, um, boeit me niet, uh, extra gold 500 Oké, okay, nice, um, boeit me ook allebei niet Nou ja, wat gold dan er maar bij Ehm, um, ja Ehm, um, ja, willen we liever gold Nou, dan pak ik toch die bomtoren want ik die nog niet max heb Oké, okay, doen we, hem. yes, 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 yes Eentje die we niet max hebben, let's go Pak ik sowieso de fly machine, want die hebben natuurlijk nog niet max Oké, okay, even kijken, nee oh, Boder of skarmy uh, Boder is dichter bij max Dus dan pakken we gewoon de bolers Oké, okay. shoot dit is echt te verbalen. Ik zit echt nog te twijfelen om gewoon die 7k gold te pakken. Maar nee, ja, we pakken wel de giant skeleton. Oké, okay, we hebben dan wel even gelukt met de legendary. Deze valt wel echt heel erg tegen. Um, oh nee, oh nee, oh nee. Nou, dan pak ik de night witch. Easy choice. Oké, okay, dit was best wel een slechte. Oh, dit was best wel een slechte. Chess, ja, ik kan er links en rechts omheen gaan, maar dit was best wel slecht. Oké, okay, we hebben gold hier gekregen, heal... Goblin Hut is wel chill. Die moet ik nog upgraden. Royal Rox moet ik ook nog upgraden. Deze hebben we al Max. Die is ook chill. Ey, wel een Legendary. Dat is wel even nice. Ze gunnen ons dat toch. Lafuid kom op of IJswissel of Bandit. Lavout Ice of Bandit. Nou ja, Meganite kan ik wel gaan inruilen. Dat zag ik al net. Dat zag, ga ik straks gelijk doen. En even kijken. Een Giant chest met gold. Met 1 barrel. Nou, die wil ik wel hebben. Als ik die nog net kreeg. En die, uh, het andere chest. Earthcape ook nog niet max. Vind ik chill. Dit is gewoon alleen maar wat coins. En Dreamuskities heb ik ook nog niet max. Dus dat is chill. Nu wel trouwens. Ik zag dat die max in gaan. En bam! Al deze dingen bij elkaar. En dan hebben we dus gewoon beide. Oh, gaat deze hier naar achter? Oh, die blijft gewoon zo staan. Hebben we gewoon beide offers gekocht? In de, chef. in de chest. In de shop. In de shop, shop, shop. En dan gaan we even kijken, want ik zag hier een bieding. Van dat ik Mega Knight moest geven. Hé, hey, wacht eens even. Wacht eens even. Hop, Confirm. Nice. Extra lava hondje erbij. Even kijken wat we hier nog voor de rest kunnen doen. Nou, die ga ik niet traden. Die heb ik zelfs wel niet. Die challenge moet ik nog voltooien. Zo, so, Magic Pony wil dat heel graag. Ee, hey, kijk, daar was de Mega uit. Ah, die geeft niet een... Uh, die geeft een Magic Archer. Even kijken hoor. Ja, deze geeft een lava hout. Bam. We gaan voor die lava hout, jongens. We gaan voor die max level lava hout. Voor de rest uh, kan ik niks ruilen. We gaan voor die max level lava hout. We hebben hem nu dus al... Uh, Rarity Descending. We hebben nu dus. Oh, waar staat die? Waar staat die? We hebben 8 naar 20. We moeten er nog? 12. En dan hebben we hebben een max level lava uit. En ik heb ook al een max level ballon. Dus dat gaat heel eng worden. Wij gaan weer met dit deck spelen online. Want ik vind het gewoon niet. Oh, nee, 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 nee. We gaan helemaal niet online spelen. Oh, weg. We gaan dit spelen. We gaan de Fishman Challenge spelen. Draft Challenge. Die moet ik nog ook voltooien. Dat is wel leuker dan online. Even hey, komen tegen een patatzakje. Dat is een Nederlander. Dat is leuk. Ehm. Um, gaan wij pakken de. Uh, fire Spirit, Spirit ik wil even goedkoop. Um, pakken wij de Rascals. Ik hoef nu nog geen win Condition. Dan pakken we sowieso de Icerus om die Golem te vertragen. Gaan we even kijken wat we nog meer gaan krijgen. Kom op, zakje. Ik ga je volledig inmaken. We gaan het zien. Ik ga even duimpje omhoog. Du wow, hij herkent me. Hij herkent me. Hop. Oh, hij herkent me. Dat is wel leuk. Oh, kijk die smiley. Vindt hij vast leuk. Hop. Oh, nog even één keer dan. Oeh, plateeën. Wow, oh, dat is wel leuk. Dit is wel leuk. Hij herken me. Dat is wel echt gaaf. Want dan kan hij dit uh, terugzien in een video. Hij heeft eventjes geluk. Oké, okay, even kijken. Doen we de Als we nu verliezen van de kijker, dan vind ik het ook niet leuk. Nou ja, weet je, eigenlijk wel. Dan, dan, dat accepteer ik een soort van. Dan is het een kijker. Dus dan. Ja, dan, dan, dan vind ik het niet heel erg om te verliezen. We hebben een lightning spel. We gaan even vol. Dus via de andere kant, dan weet je, golem komt. Um, doen wij Prins in de Back hier zo. Doen wij Rascals hier zo voor die Dark Prince? Nice. Zo killen we die Dark Prince. En gaan we dan die golem aanpakken. Bam. Op die golem. Let's go. Oké. Okay, um, dan gaan we even kijken of we nu de Fisherman kunnen hoeken. Of we die kunnen hoeken, die golem. Tjaka. En dan gaat die golem naar de Kingtoren. Kijk eens aan. De... Oh, nee, no, nee, no, nee, no, nee, no. snel. Wel played, zegt hij ook. Nice. Kijk, nu hebben we die Kingtoren geactiveerd. Met dus die. Um, met dus die. Uh... Oh, snel. Ja, let's go. We hebben die kinktoren dus geactiveerd met, uh, met, uh, met die. Met die. Met die fisherman. Zo, dan gaan we snel de bedrem ervoor droppen. Let's go. Dat is dus wel handig aan de, uh, aan de fisherman. Dat je dus gewoon de kinktoren kan activeren daarmee. Oh, helaas. Heeft dit goed verdedigd? Patatzakje heeft dit goed verdedigd. Um, doen we gewoon even de fire spurt hier zo. Om dit allemaal. Oh nee, oh nee. Oh nee. Wel played, wel played, wel played, wel played. Nu zitten we een beetje in de problemen. Nu zitten we een beetje in het probleem. Dit gaat damage doen. Ik had eventjes moeten wachten met die fire spirit. Maar helaas, dan had ik ze gewoon echt zoveel kunnen neerknallen. Um, even kijken, wat gaan we nu doen? Wat wel een tip is, trouwens, daar ben ik achter gekomen. Je moet niet de fisherman um, droppen... Achterin tegen een tank. Je moet die wel tegen de tank droppen. Als de tank bij jou is. Want dan kan je hem wegtrekken van de toren. Maar als je hem nu hier achterin dropt. En dan gaat hij zo lopen, 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 lopen. En ik op dat dat zakje met zijn golem. En dan is die golem bij de rivier. En dan is mijn uh, fisherman hier. En dan trekt hij gewoon de golem naar zich toe. Nou, daar word je helemaal niet blij van. Dan trekt hij dus gewoon de golem naar zich toe. Wat dus eigenlijk naar de toren is. Dus dat is echt drama. Dat moet je dus echt niet hebben. Dus daarom. Is het wel handig om dat. Ja, niet te doen. <laughs> Is het wel handig om dat niet te doen. Even kijken. Gaat hij nee, nu uh, niet met zijn uh, ding komen? Dan ga ik dit ook niet. Vijsbeurt. ga ik gewoon even de, de Rescue Boys gooien hier. Zo. Let's go. Dan drop ik nu de Vijsbeurt. Dus ga ik eventjes dit hier droppen. De Fisherman. Zodat hij. Die... Hopelijk eventjes wat dingetjes van de toren af kan trekken. Nice. Dat doet hij mooi. Doen we even de spiegelborden hier zo. Dan gaan we nu gelijk in de avond met deze kant. Dan hebben we zo'n lightning spel voor um, zijn executioner en zijn knight. Kijk eens, Knight. eventjes ze er niet heen. Oh, hij heeft geen executioner. Hij heeft geen executioner. Um, doen we even de Rascal Girls hier zo. Hoge druk zetten. Hoge druk zetten. Mooi. Doen we de Virespurch hier. Doen we. Um... IJsbezitter. Hier zit gewoon die druk extreem hoog nu. Zit gewoon die druk extreem hoog. En we hebben gewonnen van Patatzakje. Wel played. En dan doe ik er eventjes deze leuke smiley. Hoop. Even kijken. Wel played. En dan even nog deze. Zo, let's go. Dank je. Nou ja, dank uh, je wel. Dank je wel dat je tegen me speelde. Het is natuurlijk helemaal geen challenge. Het is gewoon heel toevallig dat we kijken tegenkwamen. We gaan even uh, deze collecten. Nou, we eindelijk de fisherman. Gaan we niet ruilen met Magic Pony. Sorry Magic Pony. Die gaan we niet ruilen met jou. Ik wil hem lekker zelf houden. Even kijken. We gaan even de log gebruiken. Ik vind die uh, iets chiller. Oei, dit is een hele lastige. Um, kies ik toch de Electro Wizard? Toch de Electro Wizard. Easy the Royal Giant. En easy the best. Oké, okay, let's go. Ik ben redelijk wel tevreden dat ik de elektro Wist gekozen heb. Maar ja, dit is echt een 50-50. Dit is echt... Ik kon nog niet echt kijken naar mijn vorige kaart. Stel, ik had hem helemaal als laatste. Dan had ik nog een beetje kunnen kijken welke kaarten heb ik al. Maar dit was echt een 50-50. Precies even goed, zou ik zeggen. Uh, good luck. Jij ook. Good luck. Um, we hebben wel twee tanks. Dat is niet zo best. Um, snel een logje. Ah, helaas gaat hij het door niet hitten. Dus ik was net te langzaam met dat logje. Ehm. Um... Wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? We doen gewoon de Betsy hier op. Maakt niet uit joh, maakt niet uit. Oké, okay. oké. Okay. Nu had ik eigenlijk liever de baby draak gehad, want die is iets chiller tegen die um, tegen die uh, uh, Royal Recruits, Recruits, Recruits. Ik zeg dat altijd verkeerd. Ik weet niet eens nog steeds hoe je moet ik zeggen. Ik speel zo lang Clash Royale en ik weet nog steeds niet hoe je dat moet uitspreken. Oh nee, oh nee, oh nee. Doe we de. Oh, bomber blijft levend. Bomber blijft levend. Oh, die bomber is veel te snel. Die bomber is veel te snel en hij blijft niet levend. Wel hebben we nu dus een, um, een Goblin giant richting de toren, maar ik denk niet dat hij veel gaat uitvoeren. Um, nee, want die die um, die uh, um, die Goblin cage. Die, ik weet niet eens hoe heet. Hoe heet die boy? De Goblin Cage heet hij, maar hoe heet dit mannetje? De Goblin King of zo? Ik weet het niet eens. Maar die doet veel te veel damage, dus daar doen we weinig, uh, weinig tegen. Dit kunnen we rustig loggen, dat weten we van tevoren nu dus. En hij doet dat. Nou, doen wij even duimpjes omhoog. Dan gaan wij nu met de Royal Giant in de back komen. Ik had al verwacht dat hij dat deed. Doen wij de bomber achter de Royal Giant. En dan doen wij... Um... Nou ja, waarschijnlijk gaat die baby draak. Nou weet je, we doen toch bomber. Toch de bomber eventjes. En dan doen we de electro wizard hier zo. Nice. Dan gaan we dit eventjes hier zo doen. Dit moet even deze kant op. Gooien we nog even de bats erbij. Even nog de bats erbij. Helaas kan de bomber niet helpen. Ik weet niet waarom die niet helpt. Maar hij helpt niet. En gaat dit wat damage op onze toren doen? We moeten even dit naar achter loggen. Anders zijn we heel erg in de problemen. En dan heb ik dit niet goed gespeeld. Ik kan links en rechts omgaan. Maar hij zegt ook, oeps, ja... Um, oh nee, wat heb ik hier gedaan? Ik heb dit niet goed gespeeld, helaas. Um, even kijken, even kijken, even kijken. Dit moeten we verbeteren. Doen. Ik heb wel een idee. Nee, laat maar. Ik denk niet dat die fisherman. Um... Die fisherman gaat niet. Uh... Oh nee, oh nee. Nu zitten we wel een beetje in de problemen. Ja, nu zitten we echt volledig in de problemen. Oh nee. Ik moet het elektro inzetten. Bam. Zo, dan hebben we er eentje kunnen stoppen. En de andere niet. Dat is jammer. Um, even kijken hoe we dit gaan doen. Doen we de hier hierop? Zo voor die baby draak. Gaan we dit loggen? Zo voor extra damage. Ah, shoot. Heeft hij heeft ook nog de snowball. We zitten in de problemen, jongens. We zitten een beetje in de problemen. Um, gaan we gelijk weer in de aanval? Hoppatee met een bomber erachteraan. Want we moeten die toren hebben. We moeten die toren pakken. Die gaan we nu weer niet pakken. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik hoop niet dat hij een spel heeft. Ik hoop niet dat hij een spel heeft. We doen even de elektro deze kant op. Um, want die kant is wat gevaarlijker. Um, doen we de roll. Jij, puur qua afleiding. Moeten we dit loggen en bats uh, gooien. Want anders. Oh, de hit. Ja, oh, we, we hebben dit nog niet verloren. We hebben dit nog niet verloren. Snel moeten we wel die baby draak retargeten. Anders hadden we dit wel verloren. Snel een bomber erachter. We hebben echt enorm veel moeite. Voor het eerst in deze challenge heb ik echt enorm veel moeite. Um, ik moet dit loggen. Want ik weet niet of we dit anders damage zou doen. We moeten dit eventjes snel droppen. Die visje met is puur voor afleiding. Ja, maar dat is, ook niet, dat is ook niet iets waar je blij van wordt. Oh. Oh nee, oh nee, we hebben verloren, we hebben verloren, we hebben verloren. Ja, we hebben verloren. Wel played, wel played, wel played, Emiel. Wel played. Gelukkig heb ik de pas royale, dus ik kan hem altijd nog opnieuw spelen. Maar je hebt dit zeker niet verkeerd gespeeld. En uh, ja, dan staan we nu 9-1. Maar ik heb wel vertrouwen dat ik het misschien wel in één keer kan halen. Maar uh, jongens, ik hoop dat we nog een de video. Zien we nog in de volgende video. En uh, tot dan, mensen.